Wat vindt u van de geldende maatregelen nu? En ik denk dan in het bijzonder aan de jongeren, waar veel om te doen was de laatste tijd. Ja, ik vind eigenlijk dat mensen zoals Mark van Ranst hun middelvinger uitsteken naar de jeugd. Die hebben nu een jaar van hun leven verloren. Ze hebben al geen lang leven gehad, want ze zijn nog jong. En ik ben eigenlijk fier dat ze op straat komen. Ook al houdt dat net risico's in, die regels zijn er om de verdere verspreiding van het virus. En dan ja, maar voor hun zijn er veel minder varianten. Risico's. Voor hun zijn er veel minder risico's en niemand houdt daar rekening mee. En ik vind dat eigenlijk nogal egoïstisch om geen rekening te houden met de jonge mensen en met de toekomst. Want neem nu dat je student bent. Als je geen studentenjob kan doen, een derde van de studentenjobs is gesneuveld, dan heb je minder kans om ook te slagen in je studies. En als je minder kans hebt om te slagen in je studies, hoe ga je dan bijvoorbeeld uit armoede geraken als je ouders arm zijn? Dus dat heeft grote gevolgen op lange termijn. En er wordt dan altijd gezegd, er moet begrip zijn voor de jongeren. Maar begrip betekent ook echt iets voor hen doen en hen meer vrijheid geven.